President Chandrika Persat Santokhi is gisteren vertrokken naar Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten voor deelname aan de klimaatconferentie van de Verenigde Naties, VN. Als een klein land dat minimaal bijdraagt aan de wereldwijde uitstoot van CO2, voelt Suriname volgens het staatshoofd desondanks de ernstige gevolgen van klimaatverandering. Daarom is het belangrijk dat ons land actief betrokken is bij internationale inspanningen om deze dreiging het hoofd te bieden. Suriname zal actief participeren in de discussies gericht op concrete maatregelen om fondsen zoals loss and damage en adaptatie effectief te laten functioneren. Met 93% bosbedekking heeft Suriname de potentie om een leidende rol te spelen op het gebied van carbon credits. President Santokhi vindt het belangrijk dat middelen aangewend worden voor inclusiviteit en capaciteitsopbouw, waardoor Suriname op termijn over de benodigde expertise kan beschikken. Het staatshoofd is ervan overtuigd dat onze deelname aan COP28 niet alleen cruciaal is voor de bescherming van ons eigen land, maar ook voor het behoud en de duurzame bescherming van het Surinaamse bos en de biodiversiteit.